We gaan op één been staan en achterdraaien. De 80-jarige Theo Tjepkema is al 42 jaar atletiektrainer. Hij denkt er voorlopig nog niet aan om ermee op te houden. Dit is voor mij het mooiste wat er is. Hier op een baan, een prachtig plakje. Echt een daaldersplakje. Hoe vaak doe je dit nou, zo'n training? Treinkewiks. Manjes, dan ben er oormeesken. Dat is een beetje minder groot. Dat ben er meestal tussen de 20 en de 24. Nou, Waansjes is een hele grote groep. De woensdagmorgen loopgroep kon zijn verjaardag natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. In de Gloria. Zo, nou, nog een dikke tuut, hè? Oh, ja. Okay, we doen het goed dat het anders. Ja, en dat het ik net zo hele gekke lang meer terug hier ken. Een jaar, twee jaar, zoiets. Ik had als jongen van sectie Santjenier, had ik zelf draafd. Ik ben een keer noordelijk kampioen geweest. Dat was wel mijn hoogtepunt. Je loopt hier naar vermogen. Ik zie er naar uit als het woensdagmorgen is. Want het is, je komt hier natuurlijk om je lichaam goed te onderhouden. Maar het is ook gezellig. Uitstekend. Fijne, rustige man. Geeft goede oefeningen. Prima. Ja. En u blijft ook maar doorlopen terwijl u stilstaat. Ja, ik moet warm blijven. Hè?